Vandaag een praktische tip naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Waar ging het om? Een huurder had een huurovereenkomst per e-mail opgezegd. De verhuurder betwiste deze opzegging, want in de huurovereenkomst stond dat de overeenkomst aangetekend dan wel per deurwaardesexploot moest worden opgezegd. En dat was niet gebeurd. Kantonrechter Rotterdam oordeelde echter dat de opzegging toch rechtsgeldig was gebeurd, ondanks het feit dat het per e-mail was gedaan. Ik denk een goede uitspraak, want deze uitspraak sluit aan bij de eisen van deze tijd. Alles gebeurt per e-mail. Van belang is wel dat je blijft realiseren dat als je opzegt per e-mail, je dat wel altijd moet kunnen bewijzen. Dus kun je dit niet, hè, omdat de verhuurder zegt, ik heb de e-mail niet ontvangen en je kunt het niet bewijzen, stuur dan altijd toch een deurwaarder op pad.